Welkom in het gemeentehuis van Eersel. Zo'n anderhalf uur geleden zijn hier de stembussen gesloten en wij zijn hier voor de eerste reacties te peilen. Ik zal u de stemtotalen geven en daarna een voorlopige zetelverdeling. En over enkele minuten kunt u precies op het scherm zien welke uitslagen per stembureau zijn binnengekomen. En dan kunt u voor uzelf ook zien of het anders is dan vorige keer. Goed, ik begin gewoon bij lijst 1. Het CDA heeft bij deze verkiezingen 2865 stemmen gehaald. Partij van de Arbeid GroenLinks heeft bij deze verkiezingen 1551 stemmen gehaald. Fractie Kern of Partij Kernbeleid heeft 1371 stemmen gehaald. De VVD heeft bij deze verkiezingen 1337 stemmen behaald. En partij VWK eerst al anders, 972 stemmen. Dat resulteert in een voorlopige zetelverdeling van 6 zetels voor het CDA, 3 zetels voor Partij van de Arbeid GroenLinks, 3 zetels voor Kernbeleid, 3 zetels voor de VVD en 2 zetels voor VWK, eerst al anders. Er is dus een verschuiving in de voorlopige uitslag van 1 zetel die gaat van het CDA naar de VVD. Dit is de voorlopige uitslag. We hadden hier in de gemeente een opkomstpercentage van 56%. Ik ben Sjaak van Vlerken, ik ben nummer 2 op de lijst VVD. En op het ogenblik demissionair wethouder. En ik ben buitengewoon gelukkig met deze uitslag. En ik zie hierin dat de kiezer het constructieve beleid van de VVD beloond heeft met een extra zetel. En dit is ook een compliment aan de bestaande coalitie. En ik denk dat het toch helemaal te gek zou zijn als wij op de ingeslagen weg voort zouden gaan. Dat is goed voor Eersel. Het is goed voor onze ondernemers en het is goed voor onze burgers. Daar wou ik het even bij laten. Ik ben de lijsttrekker van het CDA, Ria van der Ramsvoort. En we zijn dik tevreden. We zijn denk ik qua stemmen ongeveer gelijk gebleven. Dus we gaan weliswaar, zoals de uitslag nu is, van 7 naar 6 zetels. Maar we hadden vorige keer ook de restzetel. Dus we zijn dik tevreden. Oké, dankjewel. We hopen de komende periode weer onze verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Dus dankjewel. Willem de Laat, PvdA GroenLinks. En de voorlopige uitslag zegt dat we dezelfde zetels hebben, aantal zetels hebben als vorig jaar. En dat is een kleine teleurstelling, omdat ik toch wel een beetje gerekend had. Nee, ik hoop dat op een stijging van 1 zetel. Maar u blijft toch de zetels houden die u had verwacht? We houden de zetels die we hadden. En als je kijkt naar de landelijke tendens, is dat zeker geen verlies om dat te mogen houden. Dus. Oké, bedankt voor uw eerste reactie. Graag gedaan. Ik ben Henry Wagens van Kernbeleid. En op zich hebben we het goed gedaan. We hebben 3 zetels behouden. Ik vind het wel jammer dat er eigenlijk geen verschuiving heeft plaatsgevonden. Een grotere verschuiving. Dus de vraag is of er heel veel gaat veranderen in Eersel met deze uitslag. Maar bent u wel een beetje tevreden? Had u meer verwacht? Nee, we zijn heel tevreden. We hebben onze 3 zetels behouden. Dus in die zin zijn we op de goede weg. En we gaan die weg ook doorzetten. Alleen je hoopt altijd op meer. Hè? Daarvoor zijn er ook verkiezingen. Je probeert een goede uitslag te maken. Alleen, het heeft niet zo mogen zijn dat we in ieder geval met een extra zetel terug kunnen keren. Maar we hebben wel onze 3 zetels behouden. Ik ben Jos Heesemans en ik ben van de partij, lokale partij Vessem, Winteren, Knechtsel, Eersel, Anders. Nou, de gehoorde uitslag hebben wij weer wederom 2 zetels behaald. Dat is evenveel als vorig jaar.
En we hopen in ieder geval dat we wederom in de coalitie komen. Zodat we straks twee mensen in de raad hebben en één in het college. Maar bent u tevreden over de uitslag? Ja, je hoopt natuurlijk altijd op meer. Maar als jonge partij, als nieuwe partij moet je toch op een gegeven moment tevreden zijn met de twee zetels die we nu binnengehaald hebben. Dit was het dan vanuit het gemeentehuis in Eersel. En wilt u op de hoogte blijven van het allerlaatste nieuws, kijkt u dan ons naar onze nieuwe site camperonline.net.